Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe boodschappenshoplog. Het is vandaag weer maandag, dus ik heb natuurlijk boodschappen gedaan. Ik heb alleen dit keer geen boodschappenlijstje meegenomen. Ik heb niet mijn week nu echt al uitgepland. Ik heb het al een beetje in mijn hoofd zitten, maar ik ben nog een beetje herstellende. Moeders heeft zaterdag flink een feestje gehad en daar heb ik gisteren de prijs voor moeten betalen. Daar hebben we eigenlijk de lasagne van gisteren ook nog niet op. Dus dat heb ik nog deze week. Vanavond eten we bij familie. Morgen heb ik een avonddienst. Lasagne eet niet als de kinderen er zijn, want dat kunnen we niet zo goed tegen. Dus die zit weer terug in de vriezer. En er zijn nog een paar dingetjes gewoon zijn overgebleven. En ik liep niet voor op schema. Het is niet wat ik je aanraad. Don't do what I do, do what I say. Plan vooruit. Dus het is een beetje een hap op de tak haal, denk ik. Net als vorige week, dat het in twee delen is. En ik heb nu gewoon tot en met woensdag gehaald. En dan donderdag ben ik vrij. Of in ieder geval werk ik thuis. Dus dan kan ik donderdag nog wel even boodschapjes halen. Dan heb ik misschien wel een wat beter plan in mijn hoofd zitten. Van wat ik nog allemaal nodig heb. Maar laten we gewoon weer beginnen. Het is een kleine boodschappenhal dit keer. En alles komt van de Aldi vandaan dit keer. Want het is lekker dichtbij bij ons. Dus nu ook bruiswater van de Aldi. Want ja, mijn flesjes water waren op. En ik heb al eens een keer zin om bruiswater mee te gaan nemen. We eten dan in ieder geval woensdag shawarma. Dus met wraps. Ik vind het altijd handig, want als je wraps over hebt, kan je altijd nog met komkommer of tomaat en met hummus of met smeerkaas of met sla en een paprikaatje. Zo kan je ze ook nog als lunch gebruiken. Dus ik heb ook komkommers, niet alleen voor mijn salades voor de lunch, maar ook voor bij de shawarma. Wat kipfilet, je kan echt ook op de wrap of op de rijstewafel. Salami vinden de kinderen en Pascal erg lekker, dus dat is altijd handig. We hebben wat fruit, zoals appels, mandarijnen, druiven, bananen. De smeerkaas, want dat houdt het nooit niet lang vol bij ons. Die extra blok met jonge kaas, dat komt altijd wel op. Zit daar zo'n plek? Oh nee, god nee. Ik dacht even dat het een vies plek was. Tonijn als proteïnesource, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb vorig jaar als snack op deze. Dat had ik ze op donderdag gehaald, want dat heb ik op vrijdagochtend als snack op. Super vullend, super lekker. Een extra pak met melk, want ik geloof dat allemaal melk nu op is. Twee zakjes sla voor mijn salades en bij de shawarma. De rijntjes had ik al over gehad. Ik had zin in een kipsoep mee te nemen. Ik denk wat saus. Misschien voor later op de middag. Of misschien na het avondeten nog. Dat je denkt, ik heb nog wel zin in wat extra vocht. Dat klonk voor mij nu wel goed in de oren. Een pakje boter. Want ik weet niet meer hoeveel boter we nog hebben. Nou, druiven en bananen hebben het over gehad. Deze heb ik vorige week donderdag ook laten zien. Eigenlijk afgelopen maandag. Maar ik was op een donderdag gefilmd. En deze hadden super goede macro's. En ze waren echt super lekker en super makkelijk om even snel mee te nemen of om gewoon 's ochtends te eten. Dus die heb ik er vier van gehaald. Wat reepjes chocola. Dit is echt mijn guilty pleasure. Dit is wat ik iedere dag gewoon een klein stukje van eet. Na het avondeten als mijn, ja, dus dessert, mijn toetje. Met mijn kopje koffie. Extra knijpzakjes voor die kinderen. Ik heb er gisteren nog een paar geprobeerd. dus die kunnen wel weer aangevuld worden. Wat cottage cheese. Ook altijd lekker voor op je repje of op je rijstwafel. Op je cracker of wat dan ook. Fruit hadden we gehad. Wat extra koekjes voor mij naar school voor die kinderen. We hebben dit weekend ook weer de kinderen van mijn vriend. Dus dat gaat wel op. Extra slagroom voor als we weer een eitje willen hebben tussen de middag. Wat broodjes om af te bakken van het weekend. Want zoals ze zegt hebben we dan extra kinderen. En dat is het zo wel een beetje. Het is niet heel erg uitgepland tot met woensdag. Donderdag gaat dan voor donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En dan kijk even. Ik heb in ieder geval broodjes voor het weekend. Ik heb wat snacks voor het weekend. Dus het is waarschijnlijk alleen maar avondeten. En misschien nog wat frisdrank of zo. En dat is dan een beetje. 3 days later. Dit is dus de reden waarom ik normaal gesproken graag in één keer mijn boodschappen doe. Want dan koop je veel minder. Dan haal je namelijk je boodschappenlijstje gewoon aan. Dan kan je misschien wel een leuke aanbieding vinden. Maar dan koop je niet zo erg veel. Nu ben ik maandag bij de Aldi geweest. En ik ben vanochtend even bij de Aldi geweest. Omdat ik dus geen boodschappenlijstje had. En ik smaak maar een paar dagen had gehaald. En ook bij de Albert Heijn, omdat ik nog frisdrank nodig had en aardappelkroketjes. Want ik bedacht had, waar ga ik je aardappelkroketjes eten? En dat hebben ze dus niet bij de Aldi. Puntje bij paaltje waren de aanbiedingen bij de Aldi die ik extra heb gehaald. En zijn de aanbiedingen bij de Albert Heijn die ik dus extra heb gehaald. En daardoor heb ik nu dus alsnog 4 boodschappentassen voor 4 dagen. Iets te laat. Dit kwam er bij de Aldi vandaan, inclusief 3 volkoren broden. Maar die heb ik al in de vriezer gedouwd. Want dat waren allemaal in de vriezer. We eten, ja, ik denk vanavond schnitzel met broccoli en dan aardappelkroketjes. Aardappelkroketjes zitten natuurlijk bij de Albert Heijntas. We eten dan een keertje gehaktbal met snijbonen
en gebakken aardappel. En we eten een keertje slavink met pasta carbonara. We hebben dan ook champignons nodig. Dus we hebben geroste kaas. Want ik dacht eigenlijk dat ik eerst gewone spaghetti zou eten. Dus ik had wel alvast geroste kaas gepakt. En daar zitten we lang genoeg goed. Kieltjes. Krentenbolletjes voor van het weekend of van school of wanneer ook. Deze zag ik staan. Die hebben ze ook niet altijd bij onze Aldi. Dus ik dacht, die neem ik even mee. In case we visite weer krijgen die alcoholvrij wil drinken. Liefstens waren ze in de aanbieding, anders had ik handblokjes gedaan. Ja, dan koop je handblokjes voor €1,50. Of je koopt 4 kipsnitzels voor €4. Zie je, daarom moet je een lijstje maken. Voor bij de pasta carbonara. Haarballetjes, slaapinkjes dus. Zijn er wel een heleboel. Waarschijnlijk doe ik ook een paar inviezen. Monster energie, dat is echt wel mijn nieuwe verslaving in plaats van koffie. Of dat goed is, waarschijnlijk niet. Maar dit is trouwens van de Albert Heijn. Ja, hij stond er, dus dan neem je het mee. Extra slagen, mijn salades. Tonijn als proteïnesaurus. Knakworstjes voor morgen of zo. Broccoli dan dus, champignons, boontjes. En een blik pasta carbonara. Dit is van de Aldi. En dit natuurlijk ook, maar ja, dat is niet echt te eten of wat dan ook. Maar wc-rollen waren echt op. En keukenrollen, dit is de laatste. En dit komt allemaal van de Albert Heijn af. Dit was het duurste. Van zowel maandag de boodschappen en vanochtend de boodschappen bij de Aldi. Maar ik ga vertellen waarom. Burk die heeft last van vratjes. En we hebben pleisters ervoor een idee. Eigenlijk niet zo erg veel. Dus we gaan deze proberen voor ik ga meenemen naar de huisarts. Want ik ben anders een beetje bang dat ze een apathie tegen de huisarts gaat krijgen. Als die ze moet wegbranden. Want dat heb ik namelijk ook gehad. En ik vond het leuker toen mijn moeder dat deed. Dus ik ga het proberen. Deze was niet in de aanbieding en dat 20 euro. Dus nou, dan weet je dat ook. Deze waren wel in de aanbieding. 1 plus 1 gratis. Ik heb er eentje voor de volwassenen meegenomen en eentje voor alle kinderen. Vooral omdat ik gewoon vind dat dat niet heel veel uit moet maken. Maar deze zijn waarschijnlijk wat lekkerder. Dus kunnen we mee aan de slag, want er zit weer in de maand. Deze waren 5% korting. Maar mijn eerste idee is, ja, die past niet zo makkelijk in een trommeltje. Maar wie weet. Deze heb ik dan sowieso ook. Kunnen ze die een keer proberen voor zelf, wat vinden ze dat lekker. Beetje proteïne en vet in hun broodrommeltjes. Dat moet geen kwaad kunnen. De druiven waren bijna op. En ik vind druiven ook lekker om te combineren met kaas in hun broodrommeltjes. Wel een frisse combinatie. We hadden geen Crystal Clear meer. En toen dacht ik, ja, maar nou sta ik toch bij het frisse drankvak. Misschien dat die kinderen iets anders als siroop en water ook wel eens lekker vinden. Dus toen heb ik 2 van deze pakken meegenomen. Waarom 2? Omdat ik er was. Aardappelkroketjes. Dan hebben ze dus voor in de airfryer, die hebben we hier. Martino, want ik was er toch, dus ik heb gelijk broodjes gehaald voor tussenmiddag. Pascal eet dan een croissantje en een Italiaanse bol. Ik eet waarschijnlijk alleen een Italiaanse bol. Dus ja, dan haal je ook maar gelijk Martino, want je bent er. En deze was ook in de aanbieding 3 schoonmaakmiddelen voor de prijs van 2 waarschijnlijk. Zoiets was het, denk ik. En ik vind dat wel zelf heel erg lekker ruiken. En ook wel heel zelf prettig om mee schoon te maken. Dus ik heb gewoon alles een beetje meegenomen. Eentje voor een doekje over de tafel. Eentje voor spray. En eentje voor de schoonmaakster. Want let's face it, ik haat schoonmaken. Maar dan ruikt het in ieder geval weer lekker fris. Dus ja, zo ben je dan toch al gauw weer heel wat geld kwijt. Terwijl dit had niet in mijn boodschappenlijstje gestaan. Dit had niet in mijn boodschappenlijstje gestaan. Dit had niet in mijn boodschappenlijstje gestaan. En dit had ook niet in mijn boodschappenlijstje gestaan. Die ook niet trouwens. Dus zo zie je maar weer. Je kan beter een boodschappenlijstje maken. Dat spaart heel veel geld uit. Dus ja, ik laat het weer allemaal onder in de beschrijving achter wat wij voor maaltijdopties hebben of voor snackopties hebben. Noem het maar op. Heb je een video die je graag wil zien, bijvoorbeeld wat ik meeneem als ik een avonddienst heb of zoiets. Dat lijkt me ook wel interessant om te zien wat andere mensen daarvan denken. Laat het eventjes in de comments achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je nog niet bent. En geef deze hier natuurlijk een duimpje omhoog, want dat helpt mijn kanaal. En dan zie ik je in de volgende video.